Yo, beste kijkers van YouTube-kanaal, vandaag een nieuwe video. En vandaag ga ik jullie laten zien hoe je een mod installeert op Minecraft. Nou, ik heb een hele makkelijke manier. Ik heb uh, namelijk uh, een modprogramma dat heet Crafting Terminal. En dat is een programma waar je eigenlijk de meeste dingen al hebt ingebouwd. Nou, ik ga jullie even een beetje rondleiden door het programma. Hier staan bijvoorbeeld wat uh, laatste mods die erbij zijn gekomen. Uh, verder heb je hier even kijken, een of andere video. Volgens mij live zijn dit. Oh, dat is van Mindscom geweest natuurlijk. Dan verder gaan we eens even omhoog natuurlijk. Want we gaan eens even kijken. We gaan even naar het mod -schermpje. Want het is namelijk best wel makkelijk. En even kijken of ik hier al bij alle mods uit kan komen. Nee. Dan ga ik toch op Minecraft-versies klikken. Dat is dan de enige manier. Ik dacht misschien kan het ook wel via die manier. Normaal gesproken zit ik ook alleen maar hier op Minecraft-versies. En het is eigenlijk heel makkelijk. Nou, een mod installeren doe je vervolgens om een versie van je Minecraft die je wilt gaan spelen uit te kiezen. Bijvoorbeeld 1.8.7 heeft natuurlijk nog geen mods zoals jullie kunnen zien. 1.8.6 niet, 1.8.5 niet, 1.8.4 niet, 1.8.3 niet, 1.8.2 niet en 1.8.1 niet. Maar 1.8 die heeft natuurlijk wel een aantal mods, niet heel veel mods. Nou, de meeste mods kun je volgens mij vinden op de 1. Wat was dit? Beta's, oh, is mij op de 1.4.6 of 1.6.4. Oh ja, daar stond ik op. 1.6.4 is het. Ik vergis me even. Zoals jullie kunnen zien, er staan, een, er staan een hele lange rij met mods. Ik ga eens even kijken. Bijvoorbeeld bij 1.6.4, misschien heb je nog wel veel meer mods. Nee, daar heb je eigenlijk een stuk minder mods, dus. In verhouding is het denk ik het beste om 1.6.4 te hebben qua de hoeveelheid aan mods. Hier zitten er ook wel een aantal in. En ik kan ook altijd nog even kijken bij 1.7. Maar ik ben bang dat bij 1.7. Ja, wel, je hebt hier ook nog wel heel wat mods. Zelf kies ik eigenlijk altijd 1.6.4. Waarom? Ik zou het eigenlijk ook helemaal niet weten. Maar ja, dit vind ik altijd wel of best wel fijn om te gaan gebruiken. Jullie kunnen zien dat ik op dit moment deze mods aan heb. Dat onder andere de party mod, de tinkers construct mod en zo'n andere paar mods. De Linking. King. Zo kan ik compleet in de Lion King stijl gaan bouwen en noem het maar op. Verder zien jullie hier heel veel, maar ook echt heel veel mods op. Of mobs, wat zeg ik maar nu? Mods op. Zo kun je bijvoorbeeld ook een shader downloaden. Nou, laat ik eens even een shader gaan downloaden. Bijvoorbeeld shader ultra, ik weet niet wat het doet. We gaan hem erop zetten. En jullie zien het, de shader is hier aan toegevoegd. Het enige wat je nu moet doen is uh, zorgen voor dat je op versie veranderen klikt. Dan gaat hij alles uh, downloaden. Krijg je een uh, dingetje en dan zegt hij van uh, je mod combinatie is uh, deze rank. En het is voor Minecraft 1.6.8. En hier kun je ook zien en dan kun je gewoon gaan spelen. Nou ik klik nu op gewoon op play. Hij gaat nu dingen laden zoals jullie kunnen zien. En dan eh, kunnen we zo meteen eh, van start gaan. En dan ben ik benieuwd of hij ook echt opstart. Ik hoop het van wel. Het kan af en toe zijn dat hij nou met de Shader Pack niet opstart. Of met een ander iets. Het kan ook zijn dat hij dadelijk eh, totaal gaat crashen. Wij gaan over naar het nieuwe scherm. We gaan even over, namelijk naar eh, de Minecraft eh, variant. Zodat jullie het kunnen zien. Eh, wat Minecraft natuurlijk is dan. Als je mond hebt, kijk. En hier zijn we op ons nieuwe scherm. Ik moest even naar rechts kijken. Daar staan al mijn instellingen. En zo zien jullie dat we op dit moment uh, op Minecraft 1.6.8 spelen. En dat ik nu gewoon zeg van ik als single player. En dit is de wereld, volgens mij, waar we de laatste keer in hebben gebouwd. In de laatste aflevering. En. Zo ziet het uh, eruit als je een shader gebruikt. We lopen even naar buiten. En voilà! Zoals jullie kunnen zien: de Minecraft in een hele nieuwe stijl. Jullie zien het ook wel. Het uh, ziet er allemaal een stuk belichter uit. Vooral de zijkanten ziet er echt heel mooi uit. Ik vind deze shader trouwens ook wel heel mooi. En jullie zien trouwens hier zo ook echt heel realistisch mijn schaduw. Kijk. Is dat ook als ik het toren bouw? Ja, de dus schaduws heb je. En dat doet bijvoorbeeld een shader uh, met uh, alles. Nou, verder uh, ga ik nog even wat andere dingen laten zien. Wij gaan weer over switchen terug naar het uh, andere menu. En uh, dat doen we even zo. Sluiten dit gewoon af. En voilà, we zitten weer op het shader menu. Um, zo heb je veel meer van die uh, dingen die je kunt doen. Ik ga even naar het volgende toe. We gaan niet alleen een shader downloaden. We gaan eens heel even uh, iets aan graphics veranderen. Dit waren shaders. Wat ik nu ga doen is even kijken. Hmm. Laat ik bijvoorbeeld, ik weet niet wat dit is. Optifine, I don't know. Wat, wat doet dat? We gaan eens gewoon proberen. Nou, we zetten gewoon uh, Optifinder in en we zetten de Ultra Shader aan of zo. Nou, weet je, we gaan gewoon de versie veranderen en we gaan wel zien wat het gaat doen. Kijk, hij zegt weer bling dat hij het doet. Dan klikken we weer op Play. En vervolgens klikken we weer op Start. Gaat hij laden? Alles is bijna ingeladen. En dan zijn we ook bijna zover. Op dit moment is Minecraft weer aan het opstarten. En dat dus gaan jullie ook zo zien op het moment dat uh, Minecraft uh, volledig is opgestart. Krijg je als goed dus ook het Minecraft-scherm weer te zien? Kijk, zoals jullie kunnen zien, we zitten weer in Minecraft. We klikken natuurlijk weer op Singleplayer. En we klikken natuurlijk weer op die nieuwe wereld. En dan kunnen jullie weer een, een nieuw verschil zien. Nou, nu hebben we weer een nieuwe shader gedownload, zoals jullie uh, konden zien. Oh, damn. Ik kan nu gewoon inzoomen. Jullie zien trouwens op dit moment ook dat bijvoorbeeld het gras beweegt. Dat was me helemaal nog niet opgevallen, maar ik zie het nu pas. Ik weet trouwens niet of ik nu nog wel kan rennen. Misschien rent hij wel uit zichzelf. Maar zo zien jullie maar weer. Zo kan ik helemaal compleet inzoomen kan ik even kijken wat, uh, wat alles is, waar alles is. En wij gaan dus even ook naar die berg toe. En dan gaan we eens heel even kijken om ons heen of het ook een beetje mooi uit is komen te zien. Je ziet ook op dit moment dat de bladeren bewegen, dat er heel veel dingen bewegen. Het is allemaal net iets mooier, iets meer uh, opgeknapt, gepimpt en noem het maar allemaal op. We gaan hier even boven op deze boom staan. Vindt hij vast, is zeker niet erg. Het is wel best wel uh, creepy, want je ziet nu alles gewoon bewegen. En hier, zo ergens, het is dat uh, nu op dit moment niet heel goed tot renderen of renderen of hoe je het ook noemt. Maar daar staat al ons huisje. En dit is dus eigenlijk wat je met allemaal die leuke mods kunt doen. En jullie vroegen natuurlijk uh, ook van uh, of ik zo'n video zou willen maken. Vandaar ook dat ik deze video heb uh, gemaakt. Als er nog andere vragen zijn over mods, laat het dan even weten. Kijk, zo ziet het water eruit. Het ziet ook echt heel mooi uit, het water. Dit is echt niet normaal. En hier de belichting. Hier gaan we de volle zon in. En dan kijk, dit water. Dit is allemaal gewoon ook helder in één keer. Dit is de lava. Het ziet er ook best wel vet uit. Dan hebben we hier wat varkens rondlopen. En noem het ze maar allemaal op. Ja, dit is nogmaals wat ik zeg. Ik vind het wel heel uh, vet. En dit is trouwens wel een hele handige want zo kun je lekker inzoomen. En dan gaan we weer terug naar het, ons huisje. Dit huisje waar we uh, pas geleden aan begonnen om te bouwen. En hier gaan we dus binnenkort ook uh, weer mee verder. Kijk, dit is die discotheek waar we aan bezig waren. Nou. Dat is eigenlijk een beetje wat ik jullie wou la laten zien. Hoe makkelijk het was uh, om uh, een mod te installeren. Ik zou wel zeggen, ga met mods niet online spelen. Want 9 van de 10 keer werkt dat niet fijn. Dus uh, dat raad ik ook absoluut af. Want het is al zoals jullie kunnen zien. Het, uh, ik kan al niet meer heel ver kijken. Ik kan best wel uh, nog wel een stukje kijken. Maar of je het nu ver moet noemen, dat weet ik niet. Ik kan natuurlijk wel inzoomen, dat is wel handig. Maar. Het is dan wel echt, als je mods gebruikt, is mijn tip ook van: gebruik ze dan ook gewoon lekker in een uh, eigen modservertje of zo. Dat is wel eens af en toe leuk. Kun je ook eens weer als een wat andere dingen van Minecraft uh, zien en met andere dingen met Minecraft doen. Ik hoop dat ik jullie voldoende heb geholpen met deze video. Als er nog vragen zijn, dan hoor ik ze graag. Dan ga ik ook zo snel mogelijk uh, een uh, antwoord erop geven. Of misschien nog een nieuwe video daarover maken. Dan zou ik willen zeggen: jullie alvast heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En dan hopelijk tot de volgende keer.